In de kennisfabriek van Bibliotheek de Lage Beemde liet Kees-Jan van der Klooster vrijdagmiddag bij de Eendracht in Kemert de jeugd zien wat je met een rolstoel kan doen. Van der Klooster schreef een stripboek Sam en Sarah, Je kunt meer dan je denkt. Joop uit Kemert en zijn moeder hebben met een wedstrijd meegedaan en dit stripboek gewonnen. Het gewonnen stripboek hebben zij aangeboden aan de bibliotheek. En uit deze prachtige actie is toen het idee van deze kennisfabriek ontstaan. 20 kinderen mochten via een hindernisbaan in een rolstoel zelf ervaren wat een kind dat rolstoelgebonden is nog wel allemaal kan doen. We gaan hier zelfs een gesprek houden met de Kees-Jan. En we gaan ook hier een parcours zelfs een beetje oefenen. Maar ik moet je eventjes uitleggen, want komt Kees-Jan op verzoek van jou of wat was de reden? Omdat mama zelfs een boek heeft gewonnen, Sam en Sarah. En daar heb ik zelfs een foto van Kees-Jan erin gezien. Ik vond het zelfs heel belangrijk dat andere mensen weten wat je zelfs in een rolstoel kunt. En dan heb je ook meer zelfvertrouwen. Want jij zit in de rolstoel. Ja. Dat kunnen we zo meteen zien. Waarom eigenlijk? Want wat heb je? Ik heb een soort ziekte, dat is EDS, Ehlers-Danlos syndroom. Ik kan wel lopen, maar niet zo ver. Daarom zit ik soms in een rolstoel en soms niet. En hoe reageren jouw klasgenoten erop? Die houden daar wel heel veel rekening mee. Ja? Ja. Ja, want hoe lang zit je eigenlijk al in een rolstoel? Want hoe oud ben je? Ik ben al 10 jaar, maar ik zit soms wel even in de rolstoel. Ja. Hij wordt al een beetje als held gezien door de kleine Joop, Kees-Jan. Want ja, zo'n boek kan voor kinderen eigenlijk wat slot maken. Dat is het boek Sam en Sarah, Je kunt meer dan je denkt. Ja, het is een boek wat eigenlijk een wens was van me. Ik geef al heel lang rolstoeltraining aan kinderen. En ja, ik miste eigenlijk een tool voor die kinderen om thuis te oefenen. En daarnaast zag ik dat ook ouders best wel worstelen. En ik denk, hoe kunnen we dat nou eens mooi verpakken? En toen kwam ik met een handboek, maar ja, dat was te stoffig. En ik denk, daar moeten wat stripverhaaltjes in. En eigenlijk is dat handboek er niet gekomen. Maar ik heb een hele toffe striptekenaar, Arie van Vliet, gevonden. En die heeft er werk van gemaakt. En zo zijn Sam en Sarah geboren. En ja, die geven de kinderen handvatten. Sam is een jongetje in een rolstoel. Zoals we er, een beetje stereotypen is overdreven, iedereen is anders natuurlijk. Maar we zien veel kinderen met een angst voor zelfstandig rollen over straat, bang om te vallen. We zien ouders die daar ja, ook niet weten hoe dat moet. Ik zeg altijd, iedere ouder heeft leren fietsen, maar er is geen ouder die heeft leren rolstoelrijden. En dit boek gaat samen met 9 videotutorials. En Sam, die wordt in het boek meegenomen door Sarah, zijn nieuwe klasgenootje, wat toevallig ook in een rolstoel zit. En van het een komt het ander. Sam die ziet hoe handig Sarah is. En Sarah neemt Sam mee op sleeptouw. Zijn moeder schrijft hem in voor een training. En ja, zo maakt Sam het proces door wat een hoop kinderen bij ons op de training doormaken. Waar ze eigenlijk van een beetje het kindje wat in elkaar gezakt in de rolstoel zitten. En denken, wat ben ik nou nog en wat kan ik nou nog? Naar een jongen die zegt, hey, ik ben er en uiteindelijk in de rolstoelrace mee kan doen bijvoorbeeld. Ja. Of het skatepark in kan gaan. Want is dit dan iets naar eigen bevindingen eigenlijk? Want heb je dan de eigen ervaringen daar ook een beetje in verwerkt? Het is eigenlijk vooral gebaseerd op eigen ervaringen. Ik ben in 2004-2005 gestart met voorlichtingen in het onderwijs. En ook jeugdsportweekenden in Zeeland en Brabant voor kinderen met een handicap. Dus ik leerde zowel de kant van kinderen met een handicap kennen als ja, de beeldvorming die kinderen zonder handicap hadden van kinderen en volwassenen met een handicap. En toen dacht ik, ja, hier moet iets gebeuren. Dit gaat scheef. Ik herken me er niet in. En dan zeggen mensen, ja, maar jij bent jong en sportief. Maar uiteindelijk zien we dat mijn stelling is, stelselmatig worden mensen met een handicap onderschat. En dat gaat niet zozeer om de fysieke mogelijkheden, maar het gaat vooral om de bejegening. En hoe vriendelijk dat soms ook bedoeld is, hè, zal ik je even helpen, laat mij het maar doen. Ik zeg, als ik met mijn baseballpetje op bij de kassa had gestaan zonder rolstoel op 2 benen, dan was er nooit een oude dametje geweest wat gezegd heeft, zal ik je boodschapjes even inpakken. En je wil niet weten hoe vaak dat mij al is overkomen. Dat is heel vriendelijk, maar ik zie dat zeker bij kinderen het heel belangrijk is dat ze leren dingen zelf te doen.